Begin oktober presenteerde wethouder Leon Meijer van Financiën de programmabegroting 2020-2023 van de gemeente Ede. Het college moest creatief zijn en lastige keuzes maken, zo vertelde wethouder Meijer 2 weken geleden in Ede TV Nieuws. Op donderdag 31 oktober sprak de Edese gemeenteraad in eerste termijn over de begroting. U heeft onder andere aandacht gevraagd voor het levendig centrum en museumplein. Ja, nou, het levendig centrum is voor ons heel belangrijk en daar zijn we volgens mij mee op de hele goede weg. Maar museumplein is voor ons even zo belangrijk. En wij hebben die gemist in de begroting. In die zin dat, naar onze mening, maar ik durf dat niet heel hard 100% te zeggen, museumplein eigenlijk voor het Stadspark en de Brouwerstraat zou komen. Terwijl we nu eigenlijk met elkaar ook een krediet gaan aanvragen voor bijvoorbeeld Stadspark. En het museumplein voor ons gevoel even niet terugkomt. Maar de wethouder heeft de toezegging gedaan dat dit in 2022... gerealiseerd gaat worden. Ik ben in die zin tevreden met die toezegging. Van ons mag het best wel een stukje naar voren gehaald worden. Kuiperplein die wordt afgerond 2020. En wat ons betreft had gelijk daar achteraan het museumplein gedaan kunnen worden. Dus ik ben tevreden dat het museumplein onder de aandacht is. Maar van ons mag die best iets eerder gerealiseerd worden. U heeft onder andere aandacht gevraagd voor cultuur. Ja, dat klopt. Cultuur verbindt. Cultuur zorgt voor een betere woonaantrekkelijkheid van Ede, hè, ook economisch gezien. En cultuur kleurt je leven. En dat is waarom we D66 vinden dat we moeten investeren in cultuur. En ja, als je dan naar Ede kijkt, dan zijn wij de enige 100.000 plus gemeente zonder schouwburg of grote theaterzaal. En dat betekent nou ook weer niet dat we meteen hoeven te zwelgen in een minderwaardigheidscomplex of zo. Of onszelf naar beneden moeten praten. Want we hebben echt prachtige uitblinkers en parels. Maar dan moeten we er wel voor opkomen en zorgen dat die niet weggaan. En dan heb ik het bijvoorbeeld over Acousticum, Astrand, Cultura, het Openluchttheater. Daar moeten we echt voor opkomen hier in de gemeenteraad en die niet verloren laten gaan. Hoe heeft de wethouder hierop gereageerd? Nou, op zich positief. Want in de begroting staan er ook middelen voor gereserveerd. En die oproep was ook vooral bedoeld naar mede-politici die daar nog wel eens vraagtekens bij stellen. En zeggen van ja, is het nou allemaal wel nodig? Die investeringen in cultuur, kan het niet wat minder? En dan durf ik als D66 wel te zeggen, ja, dat is wel nodig. Want Ede heeft culturele voorzieningen nodig. Dat is heel belangrijk voor Ede, voor onze woonaantrekkelijkheid, zoals ik al zei. Voor de verbinding in de samenleving, maar ook gewoon voor de Edenaren zelf. En ja, we hebben dan misschien niet zo'n groot theater, daarvoor moet je dan naar een andere plek. Maar al die andere dingen die we wel in Ede hebben, bijvoorbeeld zo'n Edese concertzaal waar de beste muzici van de wereld optreden af en toe, in een intieme setting. Ja, we moeten gewoon zorgen dat dat soort dingen bij Ede behouden blijven en er niet op beknibbelen. Onder andere vroeg u aandacht voor de hondenbelasting. Ja, dat klopt. Wat je ziet is dat er bedragen toegerekend wordt. Er worden aan handhaving bijvoorbeeld, hè, en de boel netjes maken, opruimen. En daarvan zeggen wij van ja, dat zijn behoorlijke bedragen. Daar hebben we ook het college op bevraagd. Hè, van 50.000 en nog een keer iets van 28.000 euro. Dan denk je van ja, dat hoort er daar eigenlijk niet thuis. Het is op een of andere manier, pak je het eigenlijk af van de burger. Ja, de wethouder heeft hierop gereageerd en die zegt dat het wel kan. En die zegt van ja, er is 1 FTE, dus 1 persoon voor aangesteld, zeg maar ongeveer, die voor handhaving zit. Nou, dan zeggen wij van ja, waarin vind je dat in terug? Er zijn heel veel mensen die klagen bijvoorbeeld over de boomspiegels. Daar hebben we dan op bezuinigd. Nou, je ziet wat er nu gebeurt. Mensen ervaren overlast. En waarom dan zoveel geld toekennen aan 1 specifiek product? Onder andere heeft u aandacht gevraagd voor het wonen. Ja, dat klopt. En dan met name wonen voor jongeren en starters. We zien namelijk dat de jongere generatie enorm onder druk staat. Die hebben last van studieschulden. Die hebben te maken met korte of tijdelijke contracten op hun werk. En daarnaast ook nog eens een ontoegankelijke woningmarkt. Koopwoningen zijn te duur voor starters. Huurwoningen zijn bijna niet te krijgen. De wachttijd is enorm lang. En wij willen graag dat jonge mensen van Ede ook hier blijven wonen en werken. En daarom hebben wij voorgesteld dat het percentage sociale huurwoningen en goedkope koopwoningen echt een stuk omhoog moet. We hebben met elkaar afgesproken in het bestuursakkoord dat we 22% sociale huurwoningen zouden realiseren. Dat halen we niet. We zitten nu op ruim 19%. En wat ons betreft is die 22% echt een harde ondergrens. Dat hebben we heel hard nodig voor onze inwoners. De wethouder heeft erop gereageerd dat het inderdaad wat moeizaam gaat, dat het moeilijk is om te realiseren. We hebben al eerder een voorstel gedaan, als de woningcorporaties dat aantal nou niet halen, laat dan de gemeente zelf kijken wat ze daarin kunnen, dus een eigen woningbedrijf.
En de wethouder heeft toegezegd daar binnenkort met ons op terug te komen, uiterlijk het eerste kwartaal van volgend jaar. Ook heeft u aandacht gevraagd voor de sport. Ja, sport is voor gemeentebelangen een ontzettend belangrijk onderwerp binnen onze gemeente. En wij zijn ook blij met de lokale sportnota waar ze mee bezig zijn. Met bijvoorbeeld Sportforum en Sportservice. Dus voor gemeentebelangen is sport en daarmee dus bewegen en vitaliteit, contact onderling heel belangrijk. De wethouder heeft hierop gereageerd dat ze ook daarmee op de juiste weg zijn. Dat we met elkaar dus naar dat sportakkoord gaan kijken. En dat het best nog een uitdaging wordt. Want er moet ook ergens financiële middelen vandaan gehaald moeten worden. Dus dat is weer aan ons raad om te kijken waar we daar een plekje gaan vinden om dat vrij te maken. Maar wat gemeentebelangen betreft mag daar best iets voor vrijgemaakt worden. U heeft ook aandacht gevraagd voor speciaal soort jongeren. Ja, en dat zijn de zwerfjongeren. Dat vind ik een erg belangrijk thema voor de Edese politiek. We kunnen het echt niet accepteren dat in een rijk land, in een rijke stad, een rijke gemeente als Ede, dat we daar nog jongeren rondlopen die geen dak of geen thuis hebben. Daar moeten we echt wat aan doen in de gemeente. En ik maak me daar zorgen over omdat de gemeente vaak cijfers publiceert. Waarin ze doen voorkomen alsof het probleem enigszins op zijn retour is in Ede. Omdat de instroom voor zorg, voor maatschappelijke opvang, omdat die afneemt. En er zijn allemaal lege plekken. Terwijl je landelijk ziet dat die problematiek juist toeneemt. Dat er steeds meer zwerfjongeren zijn en dat het probleem steeds groter wordt. En dan ga ik me zorgen maken, want betekent dat wel dat we de juiste zorg voor die jongeren bieden. Dat we die jongeren ook daadwerkelijk naar die zorg kunnen begeleiden. Dan ga ik me wel zorgen maken. Heeft de wethouder ook hierop gereageerd? Ja, maar niet helemaal zoals ik had gehoopt. Want omdat ik me zorgen maakte, wil ik ook meteen de onderste steen boven hebben. Een onderzoek. Om hoeveel jongeren gaat het? En op welke manier kunnen we ze goed naar de juiste zorg begeleiden? Dat onderzoek, daar wil de wethouder helaas nog niet aan. Hij vindt dat de gemeente al genoeg doet. Daarover zullen we ons gaan beraden en kijken of we een motie in kunnen indienen om dat onderzoek wel voor elkaar te krijgen. Want ik vind met zoiets belangrijks als een dak en een thuis voor iedere jongere, dat is zo'n basisvoorwaarde. Iedere jongere die dat moet meemaken, dat is er één te veel. Als we daar onduidelijkheid over hebben of als we daar zorgen over hebben, dan moet gewoon de onderste steen boven en dan moet het onderzoek gebeuren. Ook heeft u aandacht gevraagd voor de brandweer. Ja. De brandweer er gaat een grote verandering plaatsvinden. Die gaan van een pakketregeling naar 24 uursdienst. Dat betekent natuurlijk ook wat voor al die vrijwilligers in Ede, Ede Centrum. Er zullen ook begrotingsbedragen aangehangen moeten worden. Dat gaat meer geld kosten. Die begrotingsbedragen vind je nu niet terug. En dat vinden wij dus niet juist. Ze zouden... Zeg maar, zeker voor de laatste twee jaren, 2021 en 2022, zou ze toch terug te vinden moeten zijn. Nou, daar zijn we nu aan het kijken. De burgemeester zegt van ja, het is allemaal nog niet zover. En het is ook de vraag van wie dat gaat betalen. Nou, dat is ook zo. Maar we weten één ding wel, dat gaat de gemeente Ede geld kosten. Dat lijkt me logisch. Daarnaast is het ook nog zo dat we ook met de huidige brandweerkazerne op de Klinkenbergenweg... Ja, die verdoet niet meer, die is niet meer van deze tijd. Je kunt je ook afvragen van, staat hij wel op de goede plekken? Ik bedoel, hij staat niet in het midden van Ede. Dus brandweergebouw is van de gemeente Ede. Dus ga je nieuw bouwen, dan kost het ook geld. Een behoorlijke investering. Ja, de burgemeester heeft erop gereageerd en gezegd van, nou, wat het laatste betreft, voor het gebouw worden jullie ook bijgepraat. En voor de rest zijn ze nu in overleg om te kijken van ja, A, wat kost het? Maar ook B, wie gaat het betalen? Is dat de veiligheidsregio? Of welk aandeel pakt dan de gemeente Ede, zeg maar? Gaat dat naar inwoneraantal of is er een andere schaal mogelijk? Duurzaamheid, daar heeft u ook aandacht voor gevraagd. Ja, dat gaat ons ook niet snel genoeg. We vinden het belangrijk om met oog op de klimaatverandering echt grote stappen te zetten. En wij vinden dat er op dit moment nog te kleine stappen worden gezet. Er worden absoluut dingen gedaan, maar het gaat niet snel genoeg. En de tijd begint wel een beetje te dringen. We zitten bijna halverwege deze bestuursperiode. We hebben met elkaar doelen opgesteld over hoeveel hernieuwbare energie we willen. Wat we willen doen met oog op klimaatadaptatie. En we zitten daar gewoon nog lang niet aan. Dus er moet ook daarin best wel wat versnelling ingezet worden. En
Nou ja, daarop heeft de wethouder ook toegezegd dat daar naar gekeken wordt, dat er gedaan wordt wat kan, dat er gedaan wordt wat in het vermogen ligt van de ambtelijke capaciteit. Maar goed, het vraagt ook wat van inwoners, hè. Zoals rond afval scheiden, dat gaat best de goede kant op. Ook van inwoners vragen we stappen te zetten. Over 2 weken verder? Ja, inderdaad, over 2 weken verder. Over 2 weken verder inderdaad, dus dan zullen wij ook wel met een paar moties komen, ja. Absoluut. Er zullen zeker moties en amendementen langs gaan komen. We zullen kijken waar meerderheden voor te krijgen zijn. En dan gaan we met elkaar weer bouwen aan een goed Ede. Over 2 weken verder, ja, dan hebben we er weer zin in.